Wel, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werven Vocht. Ik sta in Haaften, Nederland, te laden een vracht voor Frankrijk. Op kisten. Het is een compleet vracht. En we laden met 6 auto's. Daar hebben we Jeroen. Jeroen die heeft daar geladen. Die heeft wat grotere materiaal geladen en dat is via het dak gegaan. En ja, ik begreep dat we met 6 auto's hier moesten laden. Dus of dat we elkaar gaan treffen onderweg, weet ik niet. Maar dat zien we dan vanzelf wel. We gaan eerst hier even zorgen dat de boel vol komt en afriemen. En dan gaan we die kant op. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Dichtmaken en dan gaan we die kant op. Dus hop het in. Richting Dijon. Daar moet het ergens in de buurt zijn. Tussen Langres en Dijon. Ja, ik zou Jeroen even op de hoogte houden straks. Ik zou even contact houden waar dat hij uitkomt en waar dat ik uitkom. Hij had al een paar uurtjes gereden. Ik heb ook 2,5 uur al gereden. Dus ja, even kijken of dat we bij elkaar uitkomen. We gaan het wel zien. We gaan eerst maar eens een fijn stukje rijden. Het is 630 kilometer. Dus heel druk hoef ik me niet te maken. Maar we moeten er wel naartoe. Dat gaat niet vanzelf.
Nou, inmiddels zitten we tussen Luik en Luxemburg. En ja, dat is altijd wel een gevalletje winter, rond deze tijd. Maar ja, goed, de wegen zijn schoon, dus we kunnen lekker blijven hobbelen. Nou, inmiddels ja, is het 5 uur, bijna. Ik ben uit Frankrijk binnengereden. We moeten nog 250 kilometer. Nou, dat gaan we vandaag niet meer doen. Dus ja, het begint ook al een beetje donker te worden. En ja, ik heb het enige wat ik nou nog doe vandaag is naar een restaurant rijden. En morgen los. Ja, ik sta dan waarschijnlijk vanavond alleen. Ja, tenminste alleen. Alleen voor onze firma. Ik zeg allemaal, ja, ik heb gehoord dat er 6 auto's naartoe moesten. Maar ik weet dat er 4 onderweg zijn nu. Ja, Jeroen, die ben ik voorbij gereden. Ik weet niet of dat hij mij ondertussen alweer een keer in heeft gehaald met de pauze. Maar die zou nog even kijken waar hij naartoe ging. Ja, ik weet waar ik naartoe ga. Dan blijf ik net onder de 9 uur rijtijd en dan hoef ik morgen niet zo heel vroeg weg. Altijd vooruit denken. Dus ja. Dan gaan we morgen gewoon weer verder. Zo, goedemorgen. Het is dinsdagmorgen. We zijn 7 uur. We zijn om 6 uur gereden. Ik zeg we, want Jeroen is gisteravond nog naar me toe gekomen bij het restaurant. Dus we zijn nu met z'n tweeën onderweg naar de losplaats. Ja, het is pikdonker nog, dus de filmen zal niet meevallen. Maar goed, ik ga toch mijn best doen. We zijn bij Langeren, bijna bij Langeren. Ja, dan gaan we dadelijk de weg af en dan moeten we nog een heel stuk binnen door. Dus ja, ik weet nog niet of dat ik daar iets van mee kan nemen natuurlijk, omdat het zo donker is. Maar ja, dan zie je, ik kan de camera omdraaien om naar voren te kijken, maar dan zie je waarschijnlijk alleen een paar lampjes. Maar goed. We gaan in ieder geval nog wel wat proberen. Nou, we zijn op plaats van bestemming, maar er is nog niemand die weet waar het naartoe moet. Dat is altijd met dit soort projectjes. Dus dat wil zeggen dat we bij collega Jeroen eventjes een bakje koffie gaan drinken. Kijk. Morgen. Morgen. Die is, zagen nog even topfris, hè, want had hij vanmorgen geen tijd voor of zo. Dus. Koffietijd.
inmiddels ben ik gelost. Jeroen die gaat nu lossen. En Jos die is nog gekomen. Dus die gaan dan daarna. Ja, ik ga 220 kilometer rijden richting Reims. En daar gaan we de eerste weer teruglaaien. Dus ik heb 2 adresjes opgekregen. Dus nou ja, helemaal prima. We zijn bijna wel mond te zijn voor de eerste lader. Vier kisten denk ik of zo. Aan de afmetingen te zien. Zitten, maar volgens mij kan ik er vanaf deze kant niet op. Het is een doorgaande weg. Maar dit is wel waar ik moet zijn. Dan zou het maar zo kunnen trouwens dat ik er hier op kan. Ja. Het kan wel. Het kan wel. Even. Bellen.
Dek is dicht. Dus. Dat we even regelen. Dat ging ook even snel. Zet hem maar binnen. Gelijk zijkant open. Schep er gelijk die palen in. Dus ja, best helemaal goed. Nu gaan we naar Reims. 36 kilometer vanaf hier. Ja, dat zijn 13 pallets. Ja, dan zit hij nog niet vol. Dus ja, dan gaan we vandaag nog even verder kijken, denk ik. Maar goed, we gaan eerst eens even die kant op.
Ja, ik heb me even binnen gemeld en ik moet voor een dokkie. En dan gaan ze hem laden. Ja, ik kan er zelf niet bij zijn. Mag niet naar binnen toe. Ja, dat is alleen maar goed, hè. Ik ga hun het even oplossen allemaal. Dan hoop ik eigenlijk dat het een half uurtje duurt. Want ik moet een half uurtje maken eigenlijk nu. Zo, de deuren zijn al open. Zo, kunnen ze de gang gaan? Zo, nou ik ben weer geladen. Ik heb gebeld. Ja, ik kan richting de zak. Dus ja, dan eindigt hier ook de vlog. En het is morgen woensdag, dus... Nou, misschien dat ik nog wel een klein ja, of een ritje krijg die ik ook weer kan filmen. Maar ja goed, dat is afwachten, dat weet ik niet. Dus voor nu, ik zou zeggen, prettig weekend. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.